Ze nog heel klein en nog heel onbekend. Met moeder, zonder vader, want die was op zee. Maar soms mochten ze mee met de boot. En hier is dan het eerste optreden op het artiestenpad. Karin met haar eerste bandje. Samen in de amateurtijd. En dan professioneel, eerst als de Karina's. En nu heten ze Maywood. Tijd van de grote successen. En we laten die tijd weer even herleven met hun eerste nummer 1 hit. Late at Night. Figure up my diet. I run around in circles. Never see a soul. Late at night, early in the morning light. You can't see them all. Late at night, early in the morning light. You can feel them all. What will be their pay? Is there another meeting about how to change the world? Hallo, Hennie van Maywood. Ja, hallo, met Ellie Koning. Hi. Hi. Ellie, hoe is het? Er stond in de privé dat het huis van Karin en Alice voor 7,5 ton te koop staat. Ik wou wel eens weten of dat waar was. Oh, nou ja, over de prijs, dat is in ieder geval niet goed. Oh. Maar ja, we willen eventueel wel gaan verhuizen, maar dat heeft helemaal geen haast. We hebben nog jaren de tijd. Oh. Ja. Dus dat is toch erger gemaakt dan het was. Ja, ja, maar je weet hoe de bladers omschrijven, hè? Ja, oké. Okay. Okay, ja, dag. Doei. Hallo, Annie. Mag hallo. Ik, leg maar neer, hoor. Ja, leg maar neer. Doe je dit vaker, dit soort vragen ja. beantwoorden? Elke week, elke donderdagavond, tussen 7 en 8, hebben we het bellenuurtje voor de fans. En hebben ze allerlei vragen. Fans van Maywood, moet ik zeggen. Ja, nadruk op mee, hè? Ja. Hoeveel Maywood-fans zijn er? 150 ongeveer. 150. Ja. En dan zitten er hier een zootje, hoor ja, ik die ook nog vanmiddag? Zeker. Oh, zootje, oh, dat mag ik niet zeggen. Waarom zijn jullie zo gek op Maywood?
Ik denk de allroundheid van de dames. Het feest wat ze je geven. Het feest wat je ze geeft? Wat zij ons geven. Ja. En jij? Ja, ik vind ze gewoon goed. Nogal goed. Gewoon goed. Ja. Maar en had je dan niet langzamerhand alweer eens liever een hit van ze gehoord of zo? Ja, zou kunnen. Dat is dan helemaal meegenomen. Ja, dat is jammer, hè? Dat is jammer. Op de een of andere manier slaat het waarschijnlijk toch niet aan. En ja, waarom, dat zal altijd wel zoeken blijven, denk ik. Nou, maar weet je wat mij een goed idee lijkt? Als jullie nou nog eens even speciaal van de fans een fantastisch applaus geven voor Maywood, want wij gaan met hun familie praten. Ja, ik heb het net gehaald. Studio is namelijk iets groter dan je denkt. Dus ik ben werkelijk met een noodtempo naar deze. Ah ja, zo, nou zit ik op de goede camera. Gezellig dat je... Ja, ik ga maar eens eerst even een rondje voorstellen doen, want we kennen jullie twee natuurlijk wel. Maar we gaan eerst even broer Johan voorstellen. Aangenaam. Hallo. Je moeder. En de dames Maywood themselves. Jullie zijn dus niet uit de bladen weg in elk geval. Nee, maar dat hoort erbij een beetje. Daar zijn we al wel overheen, daar prikken we doorheen. Ja? Ja. Je erge last van roddels? Nee, dat valt wel mee. Kijk, als je morgen weer top 10 staat, dan weet iedereen wel wat over je te vertellen. En ik wil niet zeggen dat alles wat er geschreven wordt niet waar is, maar ze maken het natuurlijk zo dat het voor de mensen interessant is om te lezen. Dus het wordt naar alles opgeblazen. Ja. En dat is de ene keer wat minder leuk. Maar ja, we zitten al zo lang in het vak dat... Hoe lang zit u nu al in het vak? Nou, bijna 12,5 jaar professioneel. En daarvoor, dus dat wordt een klein feestje binnenkort? Nog misschien wel. En daarvoor 10 jaar amateur, dus al 22 jaar actief. Ja. Ja. Ik vroeg net aan die fans, hè, hoe komt het nou dat jullie... Jammer, hè? Geen hits meer de laatste tijd. Hoe komt dat nou? Nee, maar gelukkig staan we daar niet alleen in. Het is gewoon veel moeilijker in de platenbusiness geworden. En het lijkt wel of je met een gimmick moet komen of een of andere kreet... He, willen de mensen dat oppakken, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan gewoon door. Nou, daar hebben we het straks nog even verder over. We gaan eerst even met je moeder praten, want die hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Het zijn twee hardwerkende meiden, hebben wij van iedereen gehoord. Ja, hè? Want wij doen altijd zo research ondervragingen van allerlei mensen en zo. Die bellen wel. En ze zeggen allemaal, ze werken keihard, die meiden. Ja. Is dat uw opvoeding? Flink met de zweep eroverheen geweest? Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee, het is gewoon zo gekomen. Karen die is begonnen toen Alice erbij en het hebben ze gewoon samen opgebouwd. We houden ze gewoon. Ja. Ja. Op zich is het wel bijzonder dat twee zusjes samenwonen ook, hè? Ja, kun je wel zeggen. Ja, het klikt aardig goed. Ze hebben natuurlijk wel eens een verschil van mening. Dat heb je natuurlijk toch wel, hè? Dat moet ook niet allemaal poeselie wezen natuurlijk, maar ze kunt het goed samen vinden. Ja. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de kleinkinderen? Van de dames. Ik bedoel, maar meteen even recht op het doel. Hoe zit het met de vrienden? Met de mama? Ik denk dat moeder geen klagen heeft, want ze heeft al een paar kleinkinderen. Ik heb er 3. Ja. Dus. Maar niet van jullie? Nee. Nou, dus? Ja, ik weet niet. Ik denk dat zij daar niet echt op zit te wachten. En wij... Nee. Komt het, dan komt het. En we zien wel. Ja, volgens mij zouden we het best leuk vinden, of niet? Nou, toen er niemand was, toen dacht ik, nou wou ik wel een kleinkind hebben. Maar nu heb ik er onder gedaan 3, dus van hem 1 en van de andere dochter 2, dus... Johan, is het niet vervelend om allemaal van die zussen te hebben die zo in de belangstelling staan? Nee hoor, ik zit er nou zelf ook bij, dus... Ja, maar dat is voor het eerst in 12,5 jaar, dus dat is niet echt waar. Nee, dat zegt me niks. Nee? Nee. Ben jij een soort beschermer voor je zusjes? Nee hoor, nee. Je wilt helemaal niks met ze te maken hebben, zeg? Jawel, dat zeker wel. Ja. Maar hoe is jouw rol dan in de familie? Nou, we helpen elkaar zo goed als we kunnen. En als het nodig is, dan hebben we 2-3 optredens, dan probeer ik gewoon voor elkaar te krijgen dat ik kan gaan rijden. Dat ook verantwoord blijft. Dan ben je chauffeur? Ja. Maar heb je dan geen werk waar je... Jawel hoor. Maar dat doe je dan in je avontuur of zo? Ja. En als er dan lastige mannen zijn, dan hou jij die met een endhout van het lijf? Nou, dat is vaak niet nodig, maar als het nodig is, dan gebeurt dat gewoon. Ja. Je blijft nogal nuchter onder hoofd. Ja, natuurlijk. Hoeveel kinderen heb jij? Want ik hoor... Ik heb 1 kind, 1 jongen. En hoe oud is hij? Bijna 9 maanden. En die wordt vreselijk verwend door de tantes? Natuurlijk, het is ontzettend leuk hoor. Die andere 2 ook hoor. Ja. Die andere 2 ook. Van mijn dochter ook. Even terug op die roddelpers en zo. Hè? Hebben jullie nou erg veel last van jaloezie? Heb je het idee? Nou, we staan er niet zo bij stil. Dus ik denk dat we daar helemaal geen last van hebben. Het is,
wij vinden als een collega in het vak, en of die nou pas begint of al jaren bezig is, gewoon een hitscore en het is een goed stuk, dan vinden we dat fijn. Ik bedoel, dat gunnen we iedereen. En jaloezie zal er natuurlijk zijn. Hmm. Het is maar net, hoe ga je ermee om? Ja. Ben jij altijd degene die het voordoet? Nee, maar je kijkt mij aan. Ja, je kijkt haar aan. Dus ik zeg niet... Dat komt door familiegewoontes zijn of als we door elkaar gaan praten, dan wordt het dus niks. Nee, dat is waar. Nee. Maar vertel nou eens even iets meer over jullie relatie ook. Want ja, je moeder doet dan wel alsof het gewoon zo'n zaak van de wereld is. Maar volgens mij is het niet zo gewoon dat zusjes samenwonen. En er gaan ook hele lelijke verhalen over jullie, dat jullie... eigenlijk helemaal geen zusjes zijn, maar dat jullie een lesbische verhouding hebben en zo. Ja. Dus nu dat je het zegt, dat is wel gesuggereerd, ja. Ja. Het is er nu eindelijk de wereld uit. Katharine, je hebt ons bevrijd. Ja. Free at last. Ja. Nee, maar hoe komt men dan aan dat soort verhalen? Nou, ik denk ook omdat ik donker ben en Alice blond. En men staat er dan niet bij stil dat bijvoorbeeld de vader wel eens blond had kunnen zijn. Ik heb een jongste zusje, die is ook blond. Nou ja, die lijkt echt helemaal niet op ons beiden. Maar dat soort dingen vergeet men heel snel. En men dacht ook aanvankelijk dat het een soort, een opzet was. Hè, om dan maar te doen lijken alsof. Ja. Dat het een gimmick was. Nou, daar houden wij dus helemaal niet van. Dat soort toestanden te gaan verroeten. Ja. Want ik vind, ieder moet voor zichzelf weten wat hij is. En leven zoals hij is. Ja. Overigens, je vader kwam even zijdelings te sprake, die is overleden. Ja. Was die een soort manager van jullie eigenlijk? Nee, was geen manager. Nee. Het is al jaren chauffeur geweest. Toen wij begonnen, heeft ons altijd gereden, 22 jaar lang. En ja, toen hij vorig jaar plotseling kwam te overlijden, dan valt er een heel groot gat. En hij besprak natuurlijk wat dingen met ons, of andersom eigenlijk. En dan heb je toch wel een beetje houvast aan zo'n man. Ja. En dat, nu wij op eigen benen staan, laat ik het zomaar even interpreteren, weten wij dus wel van de hoed en de rand. Want anders zou je alle minuut, gedag zeggen tegen het vak. Ja. Johan gaat een beetje de rol van je vader overnemen? Nee, dat niet hoor. Nee? Nee. Nee. Mijn vader is niet te vervangen. Nee? Was het zo'n bijzonder man? Ja. Vertel eens wat meer over. Nou, mijn vader blijft zijn vader, dus hij heeft een hele andere rol als een zoon voor zijn vader. En als broer voor zijn zusters. Ja. Dus het een hele andere plaats. Ja. Van begin af aan meegemaakt, hè? Alles. De ups en de downs. Dus dat scheelt ook een heel stuk. Alle mooie dingen alles meegemaakt. Ja. Het is natuurlijk en veel downs? Nee hoor, wij mogen het nu helemaal niet klagen, want we hebben een hele goede periode gehad. Ja. En... ik denk de steun erachter. Iedereen, of het nou een artiest is of wie dan ook maar zich op de een of andere manier wil bewijzen in zijn vak, heeft die backing nodig. Van jongens, kom op, want dit is natuurlijk een vak met ups en downs, wat je zegt. En op een gegeven moment heb je ook wel eens een dag dat je het niet meer ziet zitten. Of wat moet je nou nog? En dan is die support gewoon heel fijn. Ja, dat is al heel vaak aan deze tafel gezegd. Jullie zullen niet elk familieportret op maandag zien, maar... Dat is misschien een troost voor jullie. Ook de grootste zijn door de diepste dalen gegaan. Ja, zeker. Ja. Dank jullie wel. Oké. Okay.